Heerlijk, ziekenhuis. Alsof er verder wat te doen is in Almere. Hallo. Hey, welkom. Hoi, dank je. Hey, ik ben Bertruida. Hallo Bertruida. Ja. Hoe gaat het? Nou, goed. Lekker aan het werk. Is er al een babytje geboren vannacht? Ja, er zijn er al 2 geboren. Nee. Ja, en dat hebben jullie net gemist. Leuk. En ben jij er dan ook echt bij als zo iemand bevalt? Ja. Het lijkt me best wel een pittige baan hoor. Ja. Zo in de nacht. Ja. Of überhaupt in het ziekenhuis eigenlijk. Ja, nou goed, nachtdiensten is ook niet mijn favoriet, maar het hoort erbij. 'S Nachts hebben mensen ook hulp nodig en ja, daardoor doe ik het. Ik heb narcoseangst. Zo, okay. Dat is eruit. Nou, ja. Dat krijg je hier niet. Nee? Nee, krijgt hij geen narcose. Oké. Okay. Nou, dan wil ik het wel eens even zien, die kraamafdeling van jou. Ja. Mijn collega belde of ik haar even wilde helpen met schoonmaken op een verloskamer. Waar net bevallen, ja. Bevalling is geweest. Ja. Klinkt smakelijk. Ja, zeker. Hier worden kinderen geboren in deze kamer. Ja, er is net een kindje geboren. Wat een mooie plek om op de wereld te komen, hè? Moet je je voorstellen dat je dan... Hier ligt iemand, benen wijd, zo. Dan zit je dus in die buik. En dan kom je er met je hoofd eerst uit, ja. Of met je voeten? Nou, kan allebei, maar de bedoeling is dat je met je hoofd eerst komt. En dan kom je zo... En zie je gelijk een tv. Dat is wel mooi. Ja. Gelijk een televisie, denk je, hè? Waar ben ik? Waar ben ik? Ja. En dan kijk je eens achterom en dan denk je, zo, lekker. Ja, zoiets. En dan word je opgetild door jou. Dan denk je, zo. En dan ben je in een kamer en dan begint je leven. De eerste adem. En gelijk belasting betalen. En dan gewoon lekker huilen. Ja. 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 Maar je weet nooit wat zo'n kind later gaat doen, hè? Nee, als ze klein zijn, zijn ze allemaal nog lief en schattig. Ja. Dus, Weet je wie ook ooit klein en schattig was? Jij. Hitler. Oh. Ja. Ja. Je weet nooit. Ja, nee, ik zit gewoon te denken. Je weet nooit wat je op de wereld helpt. Nee. Maar goed, het ging even over baby's. Ja. Ja. Nou, lekker schoongemaakt, Bertruida. Ja, ik heb mijn collega goed geholpen, ja. Dit is een echte baby, ja. Een hele kleine. Oh, dat, zeker als het dat is ook smakelijk. Ja. Pesto. Dat hoort er allemaal gewoon bij. Dat is wel echt heel schattig. En vies. En schattig. En vies. Het ligt er een beetje aan waar je kijkt. Ja. Dat is de navel. Nee, joh. Ja? Je hebt de navelstreng gezeten. En dat valt na ongeveer een weekje, 10 dagen af. Ik leer elke nacht wat nieuws. Welkom op de wereld. Succes met het klimaatprobleem straks. Dat wordt wat. Ja, is zo. Als ik eierstokken had, zou ze nou helemaal gek worden, denk ik. Zou ze randelen. Wordt er ook echt een beetje stil van. Ja. Ja. Baby. Dat was het. Ja, bedankt. Leuk dat ik even mocht komen kijken. Heb je er wat van geleerd? Ja. Nog geen kriebels voor baby's? Nee, nee, dat niet. Wel trek en pesto. Ja. Fijne nacht nog. Dankjewel.